Goedemorgen. Ik kom echt net mijn bed uitrollen en het is 10:45 of zo. Het eerste wat ik aan het doen ben is eventjes de was opvouwen, want ik wilde een chill outfit aan vandaag. Vandaag is mijn niets doen dag en ik ben helemaal klaar met die halve verkoudheid. Het is zo verrot. Vandaag is mijn neus open, doet mijn keel alleen heel erg zeer. En dan denk ik, ja, of wordt gewoon heel erg dat ik gewoon het echt uit kan zieken. Of blijf weg, maar zo half is echt kut. Want dan voel je je gewoon net niet fit of zo. Ik heb vandaag mijn niets doen dag. Of dat wil zeggen in ieder geval mijn thuishang. Kan de rest voor de rest niet schelen hoe ik eruit zie. En wat de wereld van me denkt dag. Ik heb wel vanmiddag een afspraak bij Carglass voor mijn auto. Dat heb ik nog helemaal niet verteld. Is ook ja, niet verder niet zo boeiend, maar... De zijruit van mijn auto is eruit gevallen. Niemand weet hoe, wat, waar, waarom. Maar Jure zat in mijn auto en die wilde het raampje dicht doen. En toen viel hij er ineens helemaal uit. En ja, hij zegt zelf, ik heb het raampje echt nauwelijks aangeraakt. Het is gewoon gek, je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet hoe het gegaan is. Je weet alleen dat je een nieuwe auto eruit moet. Dus, daar heb ik een afspraak voor vanmiddag bij Carglass. En verder wil ik mijn kamer gaan behangen. Maar daar neem ik jullie straks even in mee. Want anders dan heb ik alweer veel te veel gepraat. En ik moet even niet zoveel praten. Want mijn keel doet zeer. Er komt dus best wel veel kritiek op de video. In de Restore. In de kringloop waar die Birdie en ik hebben opgenomen. En ik snap die. En die is ook zeker deels terecht. Ik heb ook dingen dat ik denk, ja. Maar het was ook voor ons echt de eerste keer dat we zoiets deden. En ik ben ook echt trots op ons dat we zo uit onze comfortzone zijn gestapt. Want het was doodeng. Er liepen zoveel mensen omheen. En wat betreft al die mensen die op beeld komen, die wisten het. Want wij hebben zeg maar eerst aan Restore zelf gevraagd. Nou, is het oké als we dit doen? En ja, zouden jullie dan eventueel de pashoekjes vrij willen laten voor ons. Dat we daar ook kunnen filmen. Maar het was zo druk daar. Echt, het was niet normaal. Iedere meter liep twee man. Dus zij zeiden ook van dat kan niet. Toen zei ik, ja, ik zit een beetje met de filmrechten, bla 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 bla. Dus toen hebben zij aangegeven aan iedereen die wilde passen. Dat als zij daar waren, dat ze op beeld konden komen. Dus dat dat ook op internet werd geplaatst. Dus wat dat betreft heb ik me daar wel gewoon netjes aan gehouden. Die mensen die wisten dat. Ja, en ze kijken wel een beetje verschrikt. Maar ik denk dat heel veel mensen ook gewoon niet precies wel weten wat het inhoudt. Als je ze uitlegt van ja, je komt op YouTube. En dan kijken ongeveer zo'n 5000 mensen naar, hebben we gezegd. Dus, maar het is niet zo dat niemand het wist. En het is dus wel duidelijk overlegd. Dus wat dat betreft, dat kan ik in ieder geval uit de wereld helpen. Maar ja, dat het inderdaad een beetje rommelig was. Het geluid was niet goed. Dat klopt allemaal wel. En ik ken de video's van Bonkelaar van, hoe heet dat? Kringloopkwartier. Maar bij haar was het zoveel rustiger. En je ziet het achteraf pas. Dus ik heb heel veel van deze video geleerd. Dat sowieso. En ik, ja, voor mij kan ik alleen maar zeggen dat ik gewoon ontzettend trots ben. Dat Birdie en ik gewoon die stap over zijn gegaan om in een winkel met heel veel wildvreemde mensen ons ding te doen. En ja, ik vond het wel leuk om te doen. En ik denk dat uiteindelijk het resultaat van de outfits waar het om gaat ook leuk is. Maar ik snap jullie wel. Dus ik snap waar het vandaan komt. Maar ik wilde wel even uitleggen dat we dus wel hebben overlegd. Met de winkel en de mensen die gingen passen dat ze op beeld zouden komen. Daarom is ook niemand geblurred, want dat had ik eventueel ook kunnen doen, maar dat was dus niet nodig. De relaxed outfit van vandaag is dit shirtje It's Monday Again, wat het helemaal niet is. En mijn relaxed broek van H&M met mijn witte Nike's. Maar die had nog een heel goed idee, want ik liet dus zien dat ik deze handvaten bij AliExpress had besteld. Maar die hadden dus goud moeten zijn. Op de foto waren ze goud en in het echt waren ze deze kleur. Yep. Toen zei ik, ja, ik moet nog even klachten indienen. En dan bestel ik gewoon zwarte, denk ik. Toen zei ze, je kan toch ook gewoon spray kopen en ze dan bij de Action en dan zelf goud of zwart maken. Toen dacht ik, wow, dat ik dat zelf niet bedacht heb. Dus ik wil eigenlijk ook eventjes na de Carglass door naar de Action om een spray te halen. Het ziet er dus nu zo uit. Ze hebben er bij Carglass al een noodraampje ingezet. Dit is gewoon plastic. Maar dat houdt het in ieder geval winddicht. Ik zie wel echt dat die tape mega acht heeft gegeven. Ik hoop dat ze dat er ook eraf halen.
Lijkt me wel. Maar in ieder geval, het is een soort van klapraampje. Je ziet hier aan de binnenkant, het is moeilijk te zien, maar daar zit zeg maar de hendel waarmee je hem openmaakt. En die is afgebroken. Hij zit hier aan de voorkant normaal gesproken vastgeplakt. En dat zat hij niet meer. Dus ja, het is gewoon een raar verhaal. Hij is er gewoon mee opgehouden. Ik kan er niet anders zeggen. Het is €150. Maar ja, dan heeft ze het wel weer gefixt. Als ze er dan toch zijn, kan ik even zo'n heerlijke, smerige, warme chocolademelk drinken. Dit is eigenlijk, kun je het niet eens warme chocolademelk noemen, maar ik vind dit de lekkerste die er is. Staat hij dan in de operatiekamer. Ah. Oké jongens, deze dag loopt niet zo soepel als ik had gehoopt. Wel zoals ik had gedacht dat hij zou gaan, want ik kwam daar dus. En ze gingen gelijk aan het klipje zitten van die auto waar het raam is afgebroken. En ik denk, oh wedden. Dan komen ze zo naar me toe en zeggen ze, ja dat klipje is afgebroken en we hebben alleen een raam besteld. En je hebt ook een nieuw klipje nodig. En dan ga ik denken, ja, want dat heb ik erbij gezegd. Ik zei nog, het klipje is afgebroken. Dus dat gebeurde ook 5 minuten later. Ik zeg, ja, ik heb het er wel bij gezegd. Ik zeg, ja, sorry, ja, nou, er zijn wel extra kosten aan verbonden. Dus, en je moet dan even morgen terugkomen, want als ze vandaag bestellen, morgen in huis. En ik denk alleen maar, dat raam heeft me al zoveel kopzorg gegeven. Terwijl het is maar een raam. Dat realiseer ik me heel goed. Maar het is echt een soort van de druppel van, oké, wat kan er nog meer misgaan? En dat brengt me een beetje in een jankstemming. En die ga ik niet toelaten. Want het nieuwe raam zit er wel in. Alleen aan de achterkant nog helemaal vastgeplakt met tape. En morgen ga ik langs. En dan ga ik voor €30 mijn knipje erin laten zetten. En dan werkt alles gewoon weer. En het is maar geld. En het is niet alsof ik mezelf in problemen breng met deze €180. En ik heb gewoon geld voor dit soort gevallen. Maar het maakt me gewoon verdrietig. Want mijn autootje is mijn autootje. En ik wil niet dat er iets mee gebeurt. Maar ik ben naar de Action geweest. Oh, ik vind mezelf er ook zo slecht uitzien vandaag. Nou jongens, dit is het. Nou, het ziet er wel weer mooi uit. Ik bedoel, als je dit even wegdenkt, dan lijkt het gewoon weer perfect. Wat ik heb gehaald, ik heb 2 schapenkleedjes. Dat zijn van die neppe, die zijn maar €6. En ik heb hier die echte van IKEA, maar die wordt zo lelijk en geel. En ik heb hem al een keer gewassen, maar ik denk dat het gewoon een beetje zijn tijd is geweest. Sorry. Dit is trouwens behang, want dat hebben jullie natuurlijk ook nog helemaal niet gezien. Dit is het behang voor de slaapkamer. Superleuk. Dan, nou, het is een hamer. En daarbij horen spijkertjes. Want ik wil een aantal dingen aan de muur hangen. Dan heb ik een spuitbus wit. Een spuitbus zwart. En een spuitbus goud. En dan ga ik even kijken. Ik ga gewoon eerst denk ik ze spuitgouden. Ze goud spuiten. En als ik dat niks vind, kan ik ze nog zwart doen. En ik heb lange kaarsen. Want ik heb dus een aantal kaarsstandaards waar deze in moeten. En die had ik niet. Oh, en nog iets. Oh ja. Deze. Die vind ik ook zo leuk. Een dekbed overtrek met allemaal vogeltjes. En ik had er dus nu 3. Of ik had 2 dekbed overtrek. En ik merkte dat ik dan, ja, soms kwam die onder op de wasmand terecht. En dan was die niet schoon. En dan bedacht ik dat ik een schoon bed wilde. En dan moest ik de dag zelf nog gaan wassen en zo. En ik denk dat 3 is gewoon perfect. Dus precies die drukte vanaf. En ik vond hem ook gewoon heel leuk. Ik wil hem eigenlijk uitpakken. Dat is een beetje moeilijk. Kijk nou hoe cute. Met die schattige koolmeesjes, denk ik. Dit is sowieso een koolmeesje. Nou ja, en de kwaliteit van deze. Mijn bed is verder niet opgemaakt of zo, want ik ben gewoon een lui mommel. Maar deze van de Action, die is echt fantastisch. Die echt, ik heb hier zoveel plezier van. Maar dat was volgens mij wel een ander merk. Dus hij voelt op zich wel hetzelfde aan, geloof ik. Misschien dat deze iets dunner aanvoelt. Deze schijnt ook ietsje pietje door als je hem opteelt. Kijk, je ziet de vogel van de achterkant er zeg maar doorheen. Maar ik ga me verwassen en dan horen jullie daar later meer over. Dat ik vandaag een slechte dag had, dat was volgens mij wel duidelijk. En dat die alleen maar zwaarder zou worden, dat zat er wel in. Hoort ook een beetje bij weekend, hoort een beetje bij mij. Dat op het moment dat ik veel vrije tijd heb, veel thuis ben, ja, wordt het allemaal gewoon moeilijker. En
gedurende de dag komen er steeds meer negatieve reacties op de kringloopvideo. En ik sta nog steeds al twee video's, alles behalve perfect. Maar ik denk ook, nou, zo erg is het toch niet. Het is toch niet. Ik heb hem zelf ook nog een keer gekeken. Dat ik denk, nou ja, maar zo slecht is het nou ook weer niet. Ik bedoel, het is een spontane video. Het is, vind ik, ook nog steeds een leuke challenge. En, nou, maar op een gegeven moment, ik heb een aantal reacties ook verwijderd. Omdat ik die echt, echt gewoon aanvallend vond en gemeen. En dat doe ik normaal gesproken niet eens. Want denk ik, ja, dit grijpt me meestal niet zo aan. Maar het is vandaag gewoon echt de druppel. Het is allemaal zoveel. Het is zoveel. Eerst Jarno die weggaat. Vervolgens het hele huis wat anders moet. Op het werk. Dan vervolgens gaat mijn dieke naar Bonaire. Wat ik er echt heel hard gun hoor. Heel hard. Maar ja, voor mij. Zij staat heel dicht bij mij. Zij is echt. Kijk. Ik zie haar bijna elke dag op het werk. Ze heeft dit van heel dichtbij meegemaakt. Ik kan altijd met haar praten. En ze sleept me echt een beetje door deze fase heen. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. En nu gaat ze naar Bonaire verhuizen. Gaat zaterdag al weg. En Bonaire is gewoon toch echt wel heel ver weg. En dan komt de auto er nog bovenop. Ja, en weet je, dan is het maar een stomme video waarvan ik denk, oké, het is een keer niet gelukt. Het is een keer niet gegaan zoals ik had gehoopt. En ja, ondanks dat ik het resultaat niet fantastisch vind, maar toch wel leuk en vermakelijk om naar te kijken, is het grote gedeelte daar niet mee eens. Maar daar zou ik normaal gesproken nooit een video voor verwijderen. En dat heb ik nu wel gedaan, omdat ik het gewoon niet. Ik kon het even niet meer. Ik kon niet nog één negatieve reactie op mijn dak. Want het is echt een moment dat ik denk, hoeveel kan ik nog hebben? Ik roep altijd zo hard dat ik niet kapot te krijgen ben. En jullie zeggen altijd zo lief hoe sterk ik ben. En ook altijd iedereen om me heen van, waar haal je het vandaan? En vaak weet ik het zelf niet. En op dit moment denk ik, ja, maar weet je, dan denk je, vanaf nu wordt het alleen maar beter. Dat zeg ik ook vaak. Dan zeg ik, ja, maar vanaf hier kan het alleen maar beter worden. Maar ik krijg elke keer weer een klap op mijn donder dat ik denk, oké, het kan toch ook nog erger. Of oké, ik krijg weer een. En dan denk ik, ja, ik ga door en ik ben sterk en ik geef niet op. Maar het is wel pokken zwaar hoor. Oh, het kost zoveel energie en gewoon, pijn is zo zwaar. Wanneer houdt dat een keer op? Wanneer houdt die pijn een keer op? Dat zou zoveel schelen als dat gewoon weg zou gaan. En het soort van het leven, het dagelijks leven weer makkelijk zou worden. En dat is het echt nog niet. En als ik dat zo heb laten lijken, dan ja, komt dat omdat jullie me dan toch treffen op de goede dagen die ik heb. Waarin ik me heel gelukkig voel. Ik bedoel, ik verdien beter. Ik verdien een man die me nooit zoiets aan zal doen. Maar ja, ik ben wel alleen. En ik voel me heel alleen. Dus of ik voel me fantastisch, vrij en beter af. Of ik voel me zo. En de laatste keer dat ik deze breakdown had, zat ik ook op deze stoel zo te vloggen. Ja, het is gewoon wel veel, jongens. En dit echt, ik bedoel, het is de druppel. Die video is de druppel. Maar dit is echt maar een druppel op een hele hete kookplaat. Op de gloeiende plaat. Ik kan niet eens meer Nederlands. Maar in ieder geval, dus je hoeft echt niet allemaal je excuses aan te bieden. Want ik ben over het algemeen juist heel blij met jullie kritiek en opbouwen. Maar nu is het gewoon even te veel. De video was niet perfect, is nog steeds niet perfect. Ik vond hem wel leuk. Ik heb hem met plezier gemaakt. Ik heb niet de professionele spullen die Bonkoller heeft. Dus op dat niveau had ik het niet kunnen doen. Maar het zet me wel weer aan het denken om toch, hè, nieuwe spullen ook aan te schaffen. Maar voor nu is het een video waar ik in gelachen heb. Waar we het leuk hebben gehad. En
Ik denk dat ik hem morgen ook wel gewoon weer online zet. Maar vandaag kon ik gewoon even niet nog een reactie op mijn kop hebben. Dus vandaar, mocht het je opgevallen zijn, is die even weg. Dit was mijn 5 minuten inzinking. Ik heb ondertussen pasta gemaakt, 3 happen opgegeten, hoefde ik niet meer. Ik ben heel druk bezig mee geweest met de keuken en dat zal ik ook even laten zien. Ik heb de handvaatjes goud gespoten en die zijn echt super mooi geworden. Dit was echt het beste idee ever. Ik heb maar 1 vlekje en daar was ik al een beetje bang voor, maar die kan ik handelen, want zo goed zie je die niet. Ik heb wel de achterkant ook mee gespoten, want die was eigenlijk ook oranje, maar ik vind ze nu echt... Dit was gewoon eigenlijk wat ik dacht dat ik besteld had. En hij is nog niet leeg. Dus we kunnen er nog leuke dingen mee bedenken. Zeg maar dag tegen deze vreselijk lelijke afgebroken wit en zilveren hendels. Ik heb dus ook iets heel leuks gedaan met deze stickertjes. Die komen ook van AliExpress. Maar stickers mogen jullie zien, maar de rest nog niet. Want dat bewaar ik voor de home makeover. Ondertussen ben ik aangekomen bij de Jumbo. Om eventjes iets te halen qua eten waar ik wel zin in heb. Want ik kan natuurlijk niet zonder avondeten deze dag door. Als klap op de vuurpijl. Om het allemaal nog erger te maken. Nee, ik heb geen geld bij me. Wat kan ik wel? Oh man, man, man. Echt jongen, ik dacht echt nee, Sophie. Het heb ik bewust gedaan. Want ik heb dus altijd mijn pinpas in mijn telefoon. En nu lag de telefoon in de oplader, dus ik dacht echt, neem ik die mee? Nou, ik ga alleen maar naar de supermarkt. Hoeft niet. Jawel, moet wel, anders kun je niet betalen. Dus, ik ga gewoon even op en neer. Ook niet het einde van de wereld. Het is nog geen 8 uur, toch? Want de supermarkt is maar tot 8 uur open. En daarna ga ik nog even al mijn handvaatjes op de keuken maken. En als ik dat gedaan heb, hou ik er mee op voor vandaag. Ik heb wel... echt nuttige dingen gedaan. Maar ik ben hier begonnen aan behangen. Maar dat zullen jullie vast niet verbazen. Want tot, de kans dat dat ging gebeuren was nog wel klein. Ik denk dat het wel meevalt. Ik heb wel video's namelijk bekeken over hoe je moet behangen. Dus wat dat betreft, YouTube weet echt alles. Dat is zo heerlijk. Dus ik denk dat het wel goed moet komen. Maar ik had er nu gewoon eventjes geen zin in. Ik dacht, weet je, morgen moet ik weer pas om 7:30 beginnen 's avonds. Dus heb ik ook de hele dag en ik heb wel met Madieke afgesproken. Want het is natuurlijk de laatste dag dat we elkaar kunnen zien. Maar niet echt een tijd. Dus misschien dat ik dan zeg van nou, zullen we samen eten of zo. En dat ik overdag nog, of andersom, nou ja. En anders doe ik het morgen lekker ook niet. Ik heb mijn laptop liggen ondertussen al best wel een tijdje in bed. En ik ga nu gewoon nog even lekker een aflevering Grey's Anatomy kijken. En deze droevige dag heel snel vergeten. Dus bedankt voor het kijken, welterusten en tot de volgende video.